Goedenavond. Zoals we gewend zijn, zingen we voorafgaand aan de dienst een lied. En dat is vanavond een lied dat betrekking heeft op deze en op de komende dagen. We zingen lied 556, de verzen 1, 3 en 4. Nogmaals, welkom. Fijn dat we vanavond met elkaar verbonden kunnen zijn. Een verbondenheid die met de middelen van deze tijd ook over kerkgrenzen heen gaat. We zijn thuis, ieder in zijn of haar eigen woonruimte, maar thuis met elkaar verbonden en dat is belangrijk, want in deze stille week beleven we samen misschien wel de drie meest indrukwekkende diensten van het kerkelijk jaar. Drie diensten waarin we bij de nood en de dood van Jezus Christus stilstaan en zijn opstanding vieren. En in dat gedenken en vieren is het fijn om saamhorig te zijn. We lezen vanavond onder andere dat Jezus met zijn discipelen bijeen was om het Joodse Pesachfeest te vieren. Het feest van de uittocht uit Egypte om dat te gedenken.
En het zou zomaar kunnen dat Jezus en zijn discipelen daarbij ook Psalm 81 gezongen hebben. In dat besef en in die verbondenheid zingen we van deze Psalm 81 de versen 1 en 8. En met Israël belijden we dat we in Gods nabijheid niets te vrezen hebben. Maar in een moment van stilte bidden we nu eerst om een zegen over deze dienst. Amen. Op deze avond heeft Jezus 2000 jaar geleden in Jeruzalem ook ongetwijfeld tegen zijn discipelen gezegd dat onze hulp te vinden is in de naam van de Heer die niet alleen de hemel en de aarde geschapen heeft, maar die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat hij met zijn hand begon te doen. En in deze dienst mogen we ons in Gods naam begroet weten, want genade zij u en vrede van God onze Vader door zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap die uitgaat van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we lezen op Witte Donderdag traditiegetrouw uit Exodus 12 over het lam waarvan het bloed aan de deurposten gestreken wordt van de huizen van de Joden in Egypte. We lezen ook hoe Jezus het Pesachfeest viert en daartoe eerst de voeten wast van zijn discipelen. We vieren normaal gesproken op Witte Donderdag ook het heilig avondmaal. Dat zullen we vanavond in een lege kerk niet doen, maar in deze dienst gedenken wij wel dat Jezus zijn lichaam heeft gegeven als brood dat ons verzadigt en zijn bloed als wijn die ons hart verheugt.
Zo heeft Jezus ons vanavond een teken van liefde willen geven. En morgen op Goede Vrijdag staan we stil bij het teken van zijn dood. Zijn dood die vroeg op de eerste paasdag een teken van leven blijkt te zijn. En dat is daarmee ook de trilogie van deze dagen. Vanavond een teken van liefde. Morgenavond zijn we bij elkaar in het teken van de dood. En op eerste paasdag vinden we daarin het teken van leven. Ik wil graag eerst nu met u bidden. Vader in de hemel, alles wat over ons geschreven is, gaat gij volbrengen deze laatste dagen. En als we aan het begin van deze dagen de Bijbel openen om daarin uw woord te horen doorklinken, dan belijden we daarbij: Vader, wat zijn wij zonder u? Want onze geest heeft het licht van uw woord nodig. En onze wil is aangewezen op de richtingaanwijzers in uw woord. En onze ziel zoekt rust en vrede in uw woord. En daarom danken we u dat u ons vanavond samenbrengt rondom uw woord en sacrament, om ons te laten horen wie u bent. We danken u dat we u onze Vader mogen noemen. En we bidden u, breng in deze dagen alle andere gedachten in ons tot rust, zodat we ons kunnen concentreren op de weg die u met Israël bent gegaan uit de verdrukking naar de vrijheid van het leven met u. Vader, alles wat over ons geschreven is, gaat Jezus volbrengen deze laatste dagen. Help ons om zijn spreken te verstaan. Help ons om zijn zwijgen te doorgronden. Spreek, Heer, uw gemeente hoort. Amen. Gemeente, we lezen vanavond eerst uit Exodus 12, de eerste 14 versen. Waar de Heer tegen Mozes en Aaron nog in Egypte zei: voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één. Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun buren één, rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder nodig heeft. Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van 1 jaar oud is, zonder enig gebrek. Houd dat apart tot de 14e van deze maand. En die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avond slachten. Het bloed moet jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt
aan de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken. Rooster het vlees en eet het nog dezelfde nacht met ongedecemd brood en bittere kruiden. Het dier mag niet half gaar of gekookt worden gegeten, maar uitsluitend geroosterd en in zijn geheel. Met kop, poten en ingewanden. Zorg dat er de volgende morgen niets meer van over is. Mocht er toch iets overblijven, dan moet je dat verbranden. Zo moeten jullie het eten, met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand, in grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de Heer, het Pesachmaal. Ik zal die nacht rondgaan door Egypte. En ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van het vee. En ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de Heer. Maar jullie zal ik voorbij gaan. Aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen. Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als een feest ter ere van de Heer. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Alle komende generaties moeten die dag vieren. Tot zover de lezing uit het eerste, het Oude Testament. We zingen van lied 723. De beide, want het zijn er twee geloof ik, ja, de beide verzen van 723.
In het tweede, het Nieuwe Testament, lezen we uit Johannes, het Evangelie naar Johannes, het 13e hoofdstuk, de eerste 15 verzen. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: "U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?" Jezus antwoordde: "Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen." "O nee," zei Petrus, "mijn voeten zult u niet wassen, nooit." Maar toen Jezus zei: "Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen." Antwoordde hij: "Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd." En hierop zei Jezus: "Wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein. Maar niet allemaal." Hij wist namelijk wie hem zou verraden. Daarom zei Jezus dat ze niet allemaal rein waren. Toen Jezus hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. "Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?" vroeg hij. "Jullie zeggen altijd 'meester' en 'heer' tegen mij. En terecht, want dat ben ik ook. Maar als ik, jullie heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen." We zingen lied 569. 569.
We lezen uit Johannes 13, de verzen 31 tot en met 35. Toen Judas weg was, zei Jezus: nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden en door hem de grootheid van God. Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu, onmiddellijk. Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie. Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. En zalig zijn zij die ook hier in het woord van God horen doorklinken en het bewaren en overleggen in hun hart. Halleluja. Gemeente, na de overdenking, en het is bijzonder om de gelezen woorden te overdenken terwijl er een licht, een zwak licht op het kruis naast mij schijnt. Maar na de overdenking is het lied 838. 838, het eerste vers. En later in de dienst zullen we van ditzelfde lied ook nog het vierde vers zingen. Maar na de overdenking het eerste vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, bij het lezen van het evangelie krijg je de indruk dat Jezus zoekt naar het moment en naar de juiste woorden om duidelijk te kunnen maken wat hij zijn leerlingen op het hart wil binden. Hij wil zijn discipelen en Jezus wil ook ons op iets wijzen dat volgens hem van het allergrootste belang is. Hij wil ons vertellen wat hem drijft in zijn leven en in zijn lijden. Hij wil ons vertellen waarvoor hij leeft en waarvoor hij zelfs bereid is om zijn leven te geven. Het gaat om de essentie van zijn bestaan, de kern van zijn leven, het hart van het evangelie. En er zijn al momenten geweest waarbij het Jezus voor in de mond lag om er toegewijd en geconcentreerd met zijn volgelingen over te spreken. In Betanië, daar zalft Maria, de zus van Martha en Lazarus, de voeten van Jezus met kostbare olie en Jezus laat haar begaan. En Maria laat daarmee al zien dat ze Jezus verstaat. Maar het was voor Jezus nog niet het juiste moment om daar met zijn volgelingen helder over te spreken. En na de intocht in Jeruzalem vertelt Jezus dat de graankorrel in de aarde moet vallen en moet sterven om weer op te staan en vrucht te dragen. Jezus laat aan de hand van dat voorbeeld ook zien waar het hem om gaat. Maar het was nog niet het juiste moment om dat met zijn discipelen helder te bespreken. En dan viert Jezus het Pesachfeest met zijn leerlingen. En het is echt opmerkelijk om te lezen met hoeveel concentratie Johannes de evangelist beschrijft
wat er dan allemaal gebeurt. Zoals het in onze dagen bijna een gebod is van overheidswegen om telkens je handen te wassen. Zo was het in Jezus' dagen gebruikelijk dat ook de voeten gewassen werden. Dat werd veelal door een slaaf gedaan, onopvallend, zonder dat iemand daar ook maar enige aandacht aan zou besteden. Maar Jezus staat aan het begin van de Pesachmaaltijd op. En hij legt zijn bovenkleed af, slaat een linnendoek om en giet water in een waskom. En hij wast de voeten van zijn leerlingen en droogt ze af met de doek die hij omgeslagen had. Jezus knielt voor zijn leerlingen en hij wast hen de voeten als de minste. Petrus protesteert met al zijn hartstocht zoals we hem kennen. Heer, wat u nu doet, wat u nu van plan bent, dat kan toch niet? Petrus zou voor Jezus willen knielen, in plaats van dat Jezus als een slaaf voor hem moet knielen. Petrus zei, mijn voeten zult u niet wassen, nooit. Maar Jezus zei, als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. Maar nog was het voor Jezus niet het juiste moment om onder woorden te brengen waar hij voor leeft. Jezus viert met zijn discipelen de Pesachmaaltijd. En de lezing uit Exodus over de uittocht uit Egypte wordt door Joden ieder jaar herdacht. Zo heeft God dat in Exodus nadrukkelijk gezegd. En Jezus en zijn discipelen hebben dat toen in Jeruzalem ook natuurlijk gedaan. Ze hebben gelezen dat er een harde geschiedenis aan die uittocht voorbij ging. Een geschiedenis waarin Israël diep gebukt ging onder dwangarbeid en onderdrukking en slavernij. En een geschiedenis waarin Egypte wordt geslagen met 10 plagen. 10 plagen teisteren het land in een dramatische opeenvolging van allerlei rampen. Het water van de Nijl veranderde in bloed. Het land werd vervolgens geteisterd door kikkers en muggen en steekvliegen. De veepest zaaide dood en verderf. En alles en iedereen werd geslagen door zweren en hagel en sprinkhanen. En de 9e plaag zorgde voor totale duisternis. Niemand had nog enig zicht op licht. Niemand zag nog enige uitkomst uit deze misère. En telkens bleef de farao weigeren om Israël te laten gaan. Maar de 10e plaag geeft dan toch uiteindelijk de doorslag. Het is een tegenslag die te zwaar en te groot en te veel is voor Egypte en voor de farao. Alle eerstgeborenen sterven. Van de eerstgeborenen van de farao, dus de troonopvolger, tot aan de eerstgeborenen van de laagste dienaar, zelfs alle eerstgeborenen van het vee, in 1 nacht sterven van mens en dier alle eerstgeborenen in heel Egypte. Maar de dood gaat aan Israël voorbij. Het is een verschrikkelijke geschiedenis.
En we zullen daarbij telkens moeten beseffen dat het verteld wordt als een strijd op het allerhoogste niveau. Het gaat om de strijd die gestreden wordt tussen de God van Israël en de afgoden van Egypte. Dat is telkens het verhaal. Het gaat er niet om dat we God leren kennen als een God die dood en verderf zaait. Het gaat er niet om dat we God leren kennen als een God die mensen plaagt met de meest weerzinwekkende plagen en tegenslagen. Nee, het verhaal wil ons juist vertellen dat God de strijd aanbindt met de onderdrukkende en verslavende afgoden van Egypte. De God van Israël wil gekend zijn als een God die de mensen de tijd en de ruimte geeft om hem in vrede en vrijheid te eerbiedigen als een God die leven geeft en leven doet. En niets of niemand zal dat kunnen verhinderen, zelfs de afgoden van Egypte niet. Het is een strijd die tot op het allerhoogste niveau gestreden moet worden. Daarom is het telkens God zelf die de farao laat weigeren om zich gewonnen te geven. De strijd moet en zal zodoende tot het uiterste gestreden worden. Gisteren, woensdagavond, is dit verhaal, deze Bijbelse geschiedenis, in alle Joodse huizen en gezinnen opnieuw gelezen en verteld. Gisteravond vierden de Joden in Israël en wereldwijd de sederavond voorafgaand aan het Pesachfeest. En zo gebeurt dat nu al tientallen eeuwen. 2000 jaar geleden vierde ook Jezus met zijn volgelingen die sederavond in Jeruzalem aan het begin van dat Pesachfeest. En Jezus zoekt daarbij nog steeds naar de juiste woorden en naar het juiste moment om in alle helderheid aan te geven waar het hem ten diepste om gaat. En hij vereenzelvigt zichzelf met het lam waarvan het bloed aan de deurposten en de bovendorpel gestreken wordt van de huizen van de Joden die in Egypte wonen. Het bloed van het lam was tijdens die tiende plaag voor Israël het teken dat de dood in haar midden geen slachtoffer zou eisen, maar aan Israël voorbij zou gaan. Maar daarmee is nog niet helder en duidelijk gegeven wat Jezus ten diepste beweegt en waarmee hij zijn volgelingen in beweging wil brengen. Als Judas uit de kring van de discipelen is weggegaan, dan weet Jezus dat hij nu niet veel tijd meer heeft om te zeggen en te doen wat hij zeggen en doen moet. In Johannes 13, vers 32 spreekt Jezus met nadruk over de grootheid van God. Jezus moet en wil de grootheid van God aan het licht brengen. Dat is het wat hem in zijn leven heeft bezield. En dat is het wat hij in zijn gesprekken onder woorden heeft willen brengen. En dat is het wat hij heeft willen laten zien in de tekenen die hij getoond heeft. Gods grootheid is door Jezus Christus zichtbaar geworden. En God zal hem in die grootheid ook laten delen
En Jezus vraagt zijn volgelingen om in die grootheid van God te leven en van die grootheid van God ook te getuigen. En de enige weg daartoe geeft Jezus aan zijn volgelingen en dus ook aan ons in een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Heb elkaar lief. Jezus zegt, zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. En voor alle duidelijkheid, dat gaat dus veel verder dan wat de overheid in deze dagen heel belangrijk van ons vraagt, namelijk dat we een beetje aardig voor elkaar moeten zijn en wat op elkaar moeten letten en oog voor elkaar moeten hebben. Maar als Jezus zegt, heb elkaar lief, dan gaat het over de liefde waarvan Paulus later in 1 Korinthe 13 zal zeggen, die liefde is geduldig en vol goedheid. Die liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. En ze laat zich niet boos maken en rekent het kwade niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze. En alles gelooft ze. En alles hoopt ze. En in alles volhardt ze. Het is die liefde waarvan de Bijbel later zegt dat God die liefde is. En wie in die liefde blijft, blijft in God. En God in hem of haar. Die liefde, dat is voor Jezus de kern van zijn leven, van zijn lijden en van zijn sterven. Het is de kern van het evangelie. Het is gelijk aan het eerste en het grote gebod om God in zijn grootheid lief te hebben. Heb ook elkaar lief. En het geloof is dan ook niets anders en kan ook niets anders zijn dan een teken van liefde. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Gemeente, we zijn gewend dat we op Witte Donderdag ook het heilig avondmaal vieren en brood en wijn met elkaar delen. In een lege kerk en in de omstandigheden waarin wij verkeren, doen wij dat niet. Maar ik wil er wel bij de schaal en bij de beker met u bij stilstaan. Want wij gedenken dat Jezus in de nacht van de overlevering, en dat is in deze nacht, het brood heeft genomen en daar de dankzegging over heeft uitgesproken en het heeft gebroken en aan zijn discipelen heeft gegeven. En hij heeft gezegd, neemt en eet, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. En doet dit tot mijn gedachtenis. En zo heeft Jezus ook de beker genomen en daar de dankzegging over uitgesproken. Hij heeft die beker rondgegeven en gezegd, drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. En het brood dat wij in deze kerk zo vaak gebroken hebben, is de gemeenschap met het lichaam van Christus dat ons gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En de beker der dankzegging waarover wij in deze kerk zo vaak de dankzegging hebben uitgesproken, die is de gemeenschap met het kostbaar bloed van Jezus Christus dat ons gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We luisteren naar de melodie van lied 393 en we zingen dat lied 393. Thank you.
Gemeente, we gedenken vanavond ook mevrouw Geesje Schiphof. Toen ik hier predikant werd, woonde ze aan de Koekangerveldweg nummer 8. Ik herinner me dat ik bij haar op bezoek ben geweest. Ze woonde daar alleen in die grote boerderij. Haar zus Jos woonde daar tegenover. Ze trokken veel samen op. Ze verzorgden enkele paarden en ze hadden ook enkele mooie koetsen die ze zelf hadden gerestaureerd. Voordat ze aan de Koekangerveldweg woonden, hebben Geesje en Jos met hun ouders nog aan de Eggeweg, nummer 18, gewoond. Geesje is daar opgegroeid als derde kind in een gezin van 7 kinderen. Een brand door blikseminslag heeft destijds grote schade veroorzaakt aan dat huis. Geesje en Jos zijn enkele jaren geleden verhuisd naar Duitsland. Mij bereikte in de afgelopen week via een gemeentelid het bericht dat Geesje, nog steeds lid van onze gemeente, op 11 maart plotseling is overleden en in Teendorf is begraven. Geesje is 86 jaar geworden. Ik leg de gedenksteen met haar naam op de gedenkplaats en we gedenken haar in een moment van stilte. En we zingen van Psalm 23b alleen het eerste vers. Laten we danken en bidden. Vader in de hemel, we danken u voor het leven van Geesje Schiphof. Velen van ons hebben haar goed gekend. Maar de laatste jaren was ze min of meer uit ons zicht verdwenen. En tegelijk mogen we weten dat u haar kent dieper dan zij zichzelf ooit kende. U bent voor haar als een herder. U hebt haar geleid naar grazige weiden
aan wateren der rust. Vader, we danken u dat we haar als een meelevend gemeentelid in ons midden gekend hebben. En we bidden u, wees met haar zus Jos, met wie ze zo nauw verbonden is geweest. Vader, we danken u dat we vanavond de viering van het heilig avondmaal hebben mogen gedenken. Al die keren dat u ons met uw gaven hebt gevoed. Het brood uit de hemel en de wijn van het koninkrijk. Vader, in Jezus Christus is ook ons te verstaan gegeven wat het betekent om de minste te zijn, dienaar en dienstbaar, opofferingsgezind tot het uiterste. Want juist in het loslaten van onszelf, juist in het loslaten van allerlei vragen, juist in het loslaten van onze zorgen, zullen wij door u vastgehouden worden. En we bidden u dat het ons gegeven wordt om uit dat besef te kunnen leven met liefde. En dat die gezindheid bij ons is die in Jezus Christus was. En dat wij in onze navolging van hem leren te geven in plaats van te nemen. Te luisteren in plaats van te praten. Ons in te leven in plaats van voorbij te leven. Te begrijpen in plaats van te veroordelen. Te vergeven in plaats van te vergelden. Vader, we bidden u, leer ons de minste te zijn. Een ieder die leiding geeft tegenover wie aan hem of haar is toevertrouwd. Gevestigde mensen tegenover een nieuwe generatie. Bezitters tegenover wie niets of niemand hebben. Wie onrecht doet tegenover wie onrecht is aangedaan. Leer ons liefdevol de minste te zijn in onze onderlinge omgang met elkaar. Want alleen als we de ander hoger achten dan onszelf, zal uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Leer ons met liefde de minste te zijn in Jezus' naam. En blijf bij ons, Vader, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Gemeente, vanuit de diaconie mag ik u nog meedelen dat de collectes voor de voedselbank nu in totaal bijna 1600 euro hebben opgeleverd, gerekend tot en met afgelopen zaterdag. En daar zijn we blij mee dat we dat ook door kunnen geven aan de voedselbank. En de komende collectes zijn bestemd voor de actie Niet Alleen.nl. Een initiatief waarin wie hulp nodig heeft, wordt gekoppeld aan wie hulp kan bieden. U leest daarover in het kerkblaadje.
We zingen nu het vierde vers, zoals al aangekondigd, het vierde vers als slotlied van lied 838. Jezus zegt in Johannes 14 tot zijn discipelen en ook tegen ons: ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me lief had, zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga. Want de Vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. Ik kan niet lang meer met jullie spreken. Want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij. Maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader lief heb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we van hier gaan.